Beeld u zich in. Venetië, begin 18e eeuw. Een jonge man met vuurrode haren wil priester worden. Hij rondt een opleiding af en wordt tot priester gewijd. Hij krijgt de bijnaam Il Prete Rosso, de rode priester. Helaas, de rode priester blijkt astma te hebben, wat de uitoefening van zijn job als koordirigent, maar vooral als vioolleraar. Voor enkele meisjes is hij ongetwijfeld een leermeester in wording. En de roodharige meester kan niet anders dan glimlachen. Vertederd en vol bewondering voor zoveel lef. Getalenteerde meisjes mogen muziekles volgen. En met de achtergrond van deze kinderen kan het niet anders dan dat die muziek een uitweg biedt. Weg uit de miserie, weg uit dat verleden.
De meisjes spelen concerten, waar mensen vanuit de hele wereld naartoe komen.